De meeste schelpensoorten leven in de bodem, maar mosselen leven erop. Ze hechten zich vast aan stenen, andere mosselen en schelpen, maar ook op zandplaten, waar zandkokerwormen de bodem hebben vastgelegd. Op dit harde substraat kunnen zij een mosselbank vormen. Met een soort baard van draden houden de mosselen zich vast. Aan het einde van die zogenaamde biesesdraden zitten hechtvoetjes. En die blijven zelfs bij harde stroming vastzitten. Als ze willen, kunnen ze met deze draden zichzelf ook verplaatsen. Mosselen zijn de natuurlijke filters van de Waddenzee. Een mossel kan 1,5 liter water per uur langs zijn kieuwen pompen. De huidige mosselpopulatie kan zo al het water van de Waddenzee in slechts 2 weken filteren. Mosselen zetten algen om in organisch materiaal, dat weer als voedingsstof dient voor andere organismen. Ze scheiden het zogenaamde pseudopoep uit, waar de mosselen zelf bovenuit groeien. Met deze poep vormen alle mosselen samen voedselrijke slikplaten. Dit is een bijzonder leefgebied dat een grote aantrekkingskracht heeft op allerlei organismen, zowel klein als groot. Mosselen zijn zogenaamde biobouwers en creëren niet alleen een ideale omgeving voor zichzelf, maar ook voor veel andere soorten. Ze zijn dus cruciaal voor de biodiversiteit van de Waddenzee.